Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik deze omslagdoek die je net in de thumbnail zag, hoe je die moet maken. Het is niet zo heel moeilijk om, de steek is eigenlijk alleen stokjes en lossen, dus hij is niet zo heel moeilijk. Het is geen wolvreter. Ik heb voor deze grote omslagdoek heb ik volgens mij 4 bollen of misschien heel ietsje meer gebruikt. De franjes, ja, kun je beslissen of je die eraan wil. Ik vind het erg leuk, maar je kunt het ook gewoon laten. Ik ga je laten zien hoe we hem gaan maken. Nou, ik heb... deze wol is van de Zeeman. En dit is haaknaald 6. Ik vind het wel mooi als dat wat losser allemaal valt en zo. Maar ja, dat is persoonlijk. We gaan beginnen. We beginnen met 4 lossen. 3, 4. Dan doen we een stokje in de laatste, eigenlijk de eerste los die we gemaakt hebben, maar de laatste vanaf de haaknaald doen we een stokje. Dan wordt eigenlijk die eerste 3 lossen, dat wordt eigenlijk ook een stokje. Plus een stokje en dan maken we nog 7 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Dus nu hebben we ons begin van de omslagdoek klaar. En dit zijn, als het goed is, met die 3 lossen erbij, 9 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus dat klopt. Dan doen we 7 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan draai je je werkje om. En dan doe je een stokje in de eerste, waar de 7 lossen gemaakt zijn. Doe je een stokje. Dan doe je 4 lossen. 2, 3, 4. Kijk, en als je die 9 splits in groepjes van 3. Dus hier heb je 3, hier heb je de 3 en de laatste 3. Dan doe je dus in de tussenruimte van de eerste 3, doe je een stokje. Dan doe je weer 4 lossen. 2, 3, 4. En dan ga je naar de volgende. Hier zijn we 3 stokjes. Daartussen doe je het stokje. Dan doen we weer 1, 2, 3, 4. En dan gaan we naar onze eerste 3 lossen. En daar doe je een stokje. Dat is altijd wel even mooi in te krijgen. En dan doe je weer 4 lossen, 2, 3, 4. En dan doe je in dezelfde ruimte, doe je nog een stokje. Dat is onze tweede rij. Kijk. Dat is de tweede rij. En dan heb je 5 vakjes. 1, 2, 3, 4, 5. Als je dat hebt, gaat het helemaal goed. Dan gaan we naar onze derde rij. Je begin je met 3 lossen. 1, 2, 3. Draai ons werk om. En dan gaan we in deze ruimte ertussen gaan we 3 stokjes doen. 1, 2, 3. Dan gaan we naar de volgende ruimte. Dan doen we ook 3 stokjes. Gewoon doorgaan, dus geen lossen ertussen of gewoon... Gewoon 3 stokjes in de volgende ruimte. 2, 3. Nou zijn we eigenlijk in de middelste ruimte. En die wordt even anders, want daar doe je dus 9 stokjes in. 1, 2, 3, 4. 5, 6,
7. Nou moet ik even, doe ik ietsje opschuiven. En dan doen we 8 en 9 er nog in. 8 en 9. Zie? Dus 3, 6, 9. Dan gaan we weer naar de volgende ruimte. Trek even mijn draad weer goed. En dan doen we weer 3 stokjes. 2, 3. En dan in de laatste ruimte. 3 stokjes. En dan doen we 1, 2, 3. In de vierde doen we nog een stokje. Dan moet je eventjes. Ja, ik wil altijd 2 draden, want dan vind ik hem dan net iets mooier. Maar ik moet wel de boeken krijgen. Hop, nou, zo. Ik heb hem. Dus dan heb je dit. Een draadje zo. Zie je? Dan gaan we naar de volgende rij. En dat is 7 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We draaien het werk weer om. En we doen het eerste stokje in de eerste steek. Dan doen we weer 4 lossen. 2, 3, 4. Kijk, en dan gaan we weer groepjes van 3 maken. Dus hier slaan we er 3 over. En dan doen we weer een stokje tussen. Dan doen we weer 4. 2, 3, 4. En dan gaan we naar de volgende. En dan doen we weer een stokje. Dan zijn we nu in het midden en dan gaan we ook in groepjes van 3 gaan we hem splitsen. Dus we doen weer 4 lossen. 2, 3, 4. 1, 2, 3. En tussen die 3, na die 3, komt weer een stokje. Dan weer 3 lossen, 4 lossen. 4. Weer 3 overslaan, kijk. En daar weer een stokje. Weer 4, 2, 3, 4. En dan is het weer iets makkelijker te zien. Na 3 weer. Zo. Dan weer 4, 2, 3, 4. En een stokje. 1, 2, 3. En dan doen we hem hier weer in de laatste. En dan maken we er nog 1, 2, 3, 4 en weer in dezelfde steek. Nog een stokje. Dan hebben we dus nu, nou toch al een beginnend omslagdoekje. Kijk, en als je dan goed kijkt, wordt dit straks weer de 1 met 9 stokjes. En dat is telkens alleen in het midden. Als je naar boven gaat, iets zo leggen. Als je naar boven gaat, alleen in het midden doe je elke keer 9 stokjes. En in de rest doe je gewoon 3 stokjes. We gaan de volgende rij doen. Die beginnen we met 3 stokjes. 3 lossen. Dan draaien we hem om. Eerste ruimte doen we 3 stokjes. 1, 2, 3. Pak de draad. Dan gaan we naar de volgende ruimte. 1, 2, 3. Volgende ruimte ook weer 3.
Nou, dan ben ik nog niet in het midden, want dat is hier. Dat kun je goed zien van die 9 boven die 3. Dus ik moet nog 1 ruimte met 3. 1, 2, 3. En dan gaan we weer 9 stokjes doen. 1, 2, 3. Even mijn draad weer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en dan weer in de volgende 3. 1, 2, 3, volgende ook weer 3, 1, 2, 3, 4, in de volgende ook weer 3, 1, 2, 3, in de laatste 3, 3. En behalve die 3 doen we er nog in de laatste. In de vierde losse 1, 2, 3, 4. Doe je nog een extra stokje. Kijk, deze gaat makkelijker dan net. En dan heb je weer een rij af. Nou, kijk eens. Hoe leuk is dat? Nou. Ik denk dat het zo wel duidelijk is. Het gaat dus om 2 rijen. Je doet elke keer een rij met stokjes en een rij met eigenlijk allemaal losse lijn. Denk erom, in het midden moeten er 9. En hoe heb ik het nou gedaan? Ik heb elke keer naar 10 rijen heb ik een rij franjes gedaan. Dus, en je kunt natuurlijk op het allerlaatste onderin ook nog franjes doen, heb ik niet gedaan. Maar naar 10 rijen heb ik de franjes elke keer in het groepje van 3... in de middelste gedaan. Dus dan komen ze ook niet zo ver uit elkaar. Dus dan is dat mooi vol. En ik heb dan 3 touwtjes eigenlijk. 3 touwtjes had ik. Zo. En die doe je dan dubbel. En dan heb je er 6. Dat vind ik mooi. Ik heb ze dan wel iets langer gedaan. Maar dat is gewoon persoonlijk. Dus dan moet je zelf even kijken. Ik hoop dat je hem gaat maken. Ik vind het leuk om voorbeelden te zien. Er is een Facebookpagina, MBM Haken en zo. Zou ik leuk vinden als je in die groep ook komt kijken. Want daar plaats ik dan deze video's ook. En dan is het leuk als mensen hem gaan namaken en de foto's daar kunnen plaatsen. Nou, mocht je deze video nou leuk vinden, steek een duim omhoog. Een reactie mag je altijd plaatsen. Ik probeer zo snel mogelijk te reageren. En tot de volgende video. En bedankt voor het kijken.